zijn al bijna klaar, hè, met het veunen. Hè? Ja. Nog even omdraaien. Nou, zo gaat het wel. Hé, dat was de föhn, hè? Ja. Kijk, en nou is de föhn weer uit. Dat is goed gedaan, hè, Dunja. Kijk, en dan hebben we hier het borsteltje. En dan gaan we altijd van achteren naar voren borstelen. Dus van achteren naar voren. Hé, dat weet Dunja al, hè? En hier van voren zo. He? Dan hebben we ook nog eventueel deze kant, een beetje een smallere kant en een grovere kant. Dus gewoon even zo, hup. He? En dan kan je het bibsje, kan je beter altijd zo doen. Het staartje omhoog houden zo, gewoon aan je vinger zo, je hand eronder. En even naar deze kant, naar de zijkant. Kijk, en dit ook naar de zijkant. Dan blijft de poepje ook mooi schoon. Hé? Hé, Dunja? Ben je weer mooi? Ben je weer mooi? Kijk eens naar Shanna. Kijk eens even naar Shanna. Die komen jullie morgen ophalen. Hé, hey, ben je een beetje moe nou? Ben je een beetje moe? Normaal heb ik dan ook wel voor de oortjes, dan kan je draaien, dan kan je of een beetje in het oortje zo erin doen en dan een beetje zo wrijven, maar ze heeft nog geen vuil in de oortjes. Je kan dan ook zeggen eventueel met het oorwatje, doe je gewoon het zo en dan gewoon een beetje zo schoonmaken. Maar ze heeft echt geen vuile oortjes, anders had je dat wel gezien. Het is helemaal mooi schoon. He? Deze ook even kijken. Nee hoor, het is echt helemaal mooi schoon. Kijk maar. En anders kan je dat altijd met het flesje doen. Een beetje, een paar druppeltjes in het oortje. En dan gewoon zo even wrijven. En dat doen ze zo met het hoofdje. En dan komt het vuil komt naar boven. Maar het is nu echt niet vuil. We hebben bij de dierenarts ook laten kijken en dat was goed. He? Ja. Nou, dan zullen we nog even kijken voor de nageltjes. Meestal heb ik zo'n beetje een gebogen schaartje. En daar doe ik altijd een beetje eerst rond knippen. Een beetje rond. Kijken. Kijk, want dit is aan een puntje. Dan doen we het hier gewoon een beetje rond afknippen. Zie je het? Af en toe is het hier ook wel een beetje. Dat mag ook wel zo eraf. Normaal als hij straks op straat gaat lopen, dan slijt dat ook allemaal eraf hoor. Even kijken nog naar je achterpootje. Je achterpootje is ook aan het puntje, dan doen we dat ook even zo knippen. Zo. Hieronder nog een beetje weg. Hè? Zo ja. Dan hebben we nog een pootje van achteren. Ja, deze. Maar dan moet ik even kunnen kijken, zo ja. Zie je het? Van onder nog een beetje. Zo. Nou, moet ik toch eventjes kijken waar ik mijn brilletje weer heb. Want ik moet, toch wil ik nog even de nageltjes knippen. Moet ik even mijn brilletje pakken. Ja, ik ben 59 jaar en ik moet ook al een brilletje gaan nemen voor nageltjes te knippen, hè? Zo, meestal druk je dan echt zo op de voetjes en dan kan je de nageltjes al zien. Kom maar even zo. Het is allemaal wit, witte haartjes en dit is het schaartje, ja?
Gaan we een kleintje pakken. Goed zo. Eenmaal. Tweemaal. Dan kan nog wel een beetje af. Zo. Eet als tweemaal. Driemaal. Viermaal. En nog het kleine duimpje. Goed zo. Heb je goed gedaan, hè, Dunja? We hebben het al een keertje gedaan. Als ze straks natuurlijk gaat lopen op de stoep en op de straten, dan gaat dat allemaal slijten. Nu doen we het nog even, anders heb ze van die scherpe kattennageltjes. Hè? Zo. En anders als jij mooie kleren aan hebt, Shanna, dan krijg je allemaal van die haakjes aan je kleren. Ik heb ook al een schortje aangedaan. Hè? Nou, nog even de achterpootjes. Eenmaal. Tweemaal. Driemaal. Viermaal, want een duimpje heb je niet. En het andere achterpootje. Even kijken. Eenmaal. Tweemaal. Driemaal. Nog eentje. Ja, goed zo. Goed zo, dat heb jij goed gedaan. Moet vrouwtje dadelijk even allemaal gaan oppoetsen, hè? Ja, doen we wel even met Dettol. Want anders denken de mensen, nou, dat is een vieze mevrouw. Die doet dat hier allemaal op en straks gaan wij hier koffie drinken. Ja, hè? Word je zo'n braaf kind, hè? Jazeker. Hè? Morgen ga je weg. Nou kan je nog een beetje kroelen met het vrouwtje. Ja. Hé, Dunja. Ja. Nou kan je nog een beetje kroelen met het vrouwtje en kusjes geven. Ja. Ben je weer blij nou? Ben je weer blij? Ja. Goed zo. Hé. Nou, ik denk dat het dat zo'n beetje was. Ja, je kan natuurlijk ook nog de oogjes schoonmaken met zo'n wattenschijfje. Je kan dat doen met gekookt water. Je kan ook met oogreiniger doen. En dan doe je dat gewoon zo schoonmaken. Hè? Ja. En later gaan we de tandjes hier poetsen. Ja, hier zo. De tandjes poetsen hier. Ja, want ze hebben al tandjes, hè? Ja. Nou, zo was het wel weer goed. Hè? Hé. Hey. Zo was het wel weer goed. Kosje, het is zo'n liever. Het is echt een heel lief, rustig hondje. Hè? En ze moet natuurlijk ook nog veel slapen, want ze is nog een puppy, hè? Nou zou ze wel moe zijn, dus ik zou zeggen, wel te rusten. En tot morgen. Doei doei, Shanna en heel de familie. Jullie zijn morgen van harte welkom. En ik hoop ook dat jullie goed gaan zorgen voor onze Dunja. Hè? Even uitzetten nou.